What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into the second part of our Dutch 19th century episode 11. Let's go. Let's see what more this man did. It's been kind of funny. It's just to me how one person across multiple continents, you're talking about over oceans, like, just made changes. The whole thing is really, really, really cool. For me, I enjoy history anyway, so especially to learn about other world history, because we don't get taught that stuff in America. So this Dutch, the whole thing, the Golden Age, 18th, 17th, 19th, we've done them all almost, and it's just been a damn fun learning curve. You could have gave me this in high school, and I would have been happy all day in history class. But we learned about stupid things in American school. Nothing like this. Let's go. Shout out to Mikkel for these journeys, by the way. Befaamde print. Zeer befaamde print, ja. Ik denk de bekendste print van Haan is dat. Als je Haan vergelijkt met andere Nederlandse tekenaars, hoe goed is hij dan? Ja, heel goed. Voor mij is hij de beste politieke tekenaar uit de Nederlandse geschiedenis. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met omstandigheden waaronder hij tekende. Hij had een hele goede, heel directe stijl. De onderwerpen lagen op straat, het was heel duidelijk. De ongelijkheid in de samenleving. Geweldige thema's en een geweldige tegenstander. Geweldige tegenstander, geweldige thema's. Kende Haan Kuiper? Nee. Ze spraken elkaar niet? Nee, ze hebben elkaar nooit ontmoet. Wilden ze niet of kwam het er niet van? Ja, ik denk, Haan wilde dat denk ik niet. Waarom niet? Nou, ik denk dat hij hetzelfde principe had als later Frits Müller. Die met Vrije Volk, de Haagse Post en zo, die wilde ook geen politicus ontmoeten. Dus als ik die ontmoet, dan vind ik die misschien aardig. Dan gaan we een biertje drinken. En dan kan ik niet meer genadeloos over hem heen vallen. Bas van der Schot is een gelauwerd politiek tekenaar voor onder andere de Volkskrant. En hij is een groot fan van Albert Haan. Dit is dan een van de 450 tekeningen die Haan van Kuiper heeft gemaakt. Misschien wel de bekendste. Wat zegt dat als een tekenaar 450 tekeningen van iemand maakt? Dat hij erdoor geobsedeerd is misschien? Dat zou je toch wel denken, hè? En dit karakter, als je hem zo leest, wat is dit voor man? Streng. Ook wel brutaal. Gezag. Nou, als, ja, je nou, als we dat nou vergelijken als met... Als je dit nou... Naast Rutte legt, ja. Rutte is niet veel mee te doen. Hè? Zoek de 10 verschillen. Rutte is niet veel mee te doen. Dit is een karakter. Rutte is nog niet een uitgesproken karakter. Het zit niet in het gezicht. Really portrayed him as a real hard dude. De socialisten hadden dus een groot tekenaar in Haan. De standaard van Kuiper, had hij ook tekeningen? Nee. Helemaal niet? Nee. En waarom niet? Ja, het idee van mensen belachelijk maken... het bestond daar niet. Wacht even. De gereformeerden hadden het idee dat de karikatuur niet mocht. Ja, niet mocht. Nee. En waarom niet? Ja, de mens is naar Gods evenbeeld geschapen. En die kan je niet met veel grotere oren en een grotere neus en zo. Dat leeft echt. Dat is een ontheiliging van de mens en daarmee van God. Ja. Interesting. Het leven in de Haagse politieke arena blijkt zwaar en kent zijn prijs. Zeker voor een man als Kuiper, geen man van compromissen en zoete broodjes bakken. Hij gaat regelmatig naar Zwitserland om de drukte te ontvluchten. Nu woont zijn achterkleinzoon er. Luchtenwonden?
Hij heeft zich in de persoon Kuiper verdiept. En vooral in de relatie met zijn vrouw Jo. Hij was overheersend. Ik bedoel, als ik de correspondentie met zijn vrouw lees... toen hij nog student was in Leiden... daar heeft hij natuurlijk duidelijk gedicteerd wat zij te denken had. Ik verwacht een brief. Morgen. Hij verwachtte van haar de dag daarop een brief, over haar geloofsbeginselen. Ja, precies. En als hij pas 3 dagen later kwam, dan kwam er een brief van... ik heb nog niets van je gekregen. Dit is een brief van Abraham aan Jo, dan nog zijn verloofde. Mm-hmm. Moe en af van de hoofdpijn. En daarbij mijn lieve Johanna, die met zoveel liefde en zoveel zachtheid... het frisse eau de cologne vocht met volle teugen uitgiet op mijn gloeiende hersens. Heel mooi, heel mooi. Ja. Wat gebeurt hier? Ja, hij was een workaholic. En het moest alles gedaan worden. Het moest alles goed gedaan worden. Nog beter gedaan worden. En hij drijft zichzelf hij tot drijft het uiterste. Zich tot het uiterste en werkt en werkt en werkt. Tot totale overspanning. Tot totale, ja, ja. En wat is dat heilige moeten? Wat drijft hem? Zijn geloof. Misschien. Maar dan klinkt het bijna alsof hij net zoveel moet kunnen als God zelf. Misschien had hij dat ook willen. ...1876. Kuiper schrijft... To the rock I'll fly, to the rock that is higher than I. Of ik in Holland terug zal komen, weet ik niet. Soms komt het me voor... dat ik een andere werkkring moet zoeken, indien het de Heer behaagt me op te richten. In Holland heeft men mij getrapt. Hij is 1,5 jaar uit de running. Ja. Wat was daar aan de hand? Tja, burn-out. This man was total a burn-out. Serious workaholic. Wat hij beschrijft is ook vreselijk niet meer kunnen slapen. Ja. Aangezichtspijnen, spierkrampen. Hele stofwisseling op hol. Alles. Ja. Ja. Hij was niet alleen maar overwerkt, maar ik denk dat hij ook depressief was. En vandaar ook de twijfel. Dat vind ik bijzonder, dat hij voor het eerst echt twijfelt. Ik weet niet eens of ik wel naar Nederland terug moet gaan. Ja, precies. Ja. Laat staan wat ik daar zou moeten doen. Ja, precies. Ja. Then what I'm constantly talking about, how far you can go and the things that you can achieve in life if you really want them and set your mind to it. Sure, you might have to work yourself to exhaustion if you have these grand plans that you want to make come alive. But people did it. People still do it. People still work themselves to exhaustion to get to their dreams. Some of them get there easier than others. It's just like... I don't know, to see the people that want it and then to look at some of the people that I know that say they want something but won't get up to go get it in any way, shape, or form, like that's the difference between, oh my God, a lot of great thinkers and great minds and great doers that even when the government was against them would still go and do things. Het is 1898. De jonge Wilhelmina wordt tot koningin gekroond. Politicus Abraham Kuiper, leider van de ARP, is er niet bij. Hij zit in Amerika. In Princeton, bij New York, krijgt hij aan de universiteit een eredoctoraat. En dan vervolgt hij zijn tournee naar het Westen, waar hij onder andere Nederlandse immigranten bezoekt en toespreekt. Holland, Zeeland, Friesland, Drenthe,
Overijssel, alle provincies af. It's an old Dutch custom and it's been going on a long time in Holland, USA. Where there are Dutch, there are wooden shoes and there is dancing. This dance is called the klompen, for reasons that are fairly obvious. From time immemorial, tulip time has been festival time where Evelanders. On with the dance! They're definitely klompen. Klomp away. This house over here is the house that my grandfather built about 100 years ago for his bride. So this was his wedding present. Wow. So here my father and his five brothers and sisters grew up. My grandfather was a very ordinary, common man. He was a member of the Kleine Leiden, Kuiper would say. He never owned an automobile. He had his own little cart that he pushed around his materials and his tools in. So this is fairly typical of the immigrants from the Netherlands to West Michigan. So you are a descendant of real Dutch Kleine Leiden. I am, and proud of it. And why did all these people come to this area of the United States? Well, why did they leave? They left. In virtually all cases for economic reasons, right? The Netherlands had a pretty tough time in the 1870s and the 1880s and the 1890s, right? After all that American grain and Ukrainian grain started to flood the Dutch markets, the small farmers just couldn't compete. So they had to become a city dweller in the Netherlands, or as this grandfather did, hope to become a farmer again in America where there was still land available. Smart. What is this? Where am I? You are in a classic site of how Americans tried to capture their heritage. Okay, they're different heritage. So this is a little mini theme park, a little bit of Holland, of old Holland, located in Holland, Michigan. And this is not exactly where Abraham Kuiper came to. The real village of Holland, Michigan is a few miles away. Right, yeah. Right. Yeah. So this would have been this would have been all farmland around here, a little road over there, a dirt road. But this was all farmland in the 1890s when he was here. And so he spent a couple days here in Holland, Michigan. Now it's Walmart. And he gave this lecture in Dutch, interestingly urging his audience to enter into American life. In Dutch? In Dutch. It was a very progressive time in American history, right? Theodore Roosevelt would be president soon. So there were these progressive stirrings in the nation. And these younger people wanted to be part of that, and Kuiper kind of gave them permission. He's saying, well, I'll read to you, you understand the Dutch. Toosten zonder eind. Ten slotte een half uur gesproken, hijzelf dus, gloeiend enthousiasme. Duurde tot 2 uur vannacht. Zo gek, dan moet je op de rij af aan 2000 mensen een hand geven. Ja. Na de eerste 100 deed ik gauw mijn ring af. Ik kon de pijn niet uithouden. Ja. I would have took my ring off before the first 100. Like someone's gonna get me if I gotta take that many people. Came down upon Holland, Michigan. Well, yeah, or a great ambassador of the cause, right? Kuiper was a man always, you either loved him or hated him. And he, so he got all those stings and arrows and critiques
from the liberals, from the socialists, sometimes from the Catholics. And here, for the first time, yeah. He was simply yeah. loved. Yeah, he was lionized. In 1901 beleeft Kuiper zijn finest hour. Hij wordt als leider van de ARP minister-president. Past hij daarin? Doet hij ook niet helemaal, nee. Niet echt. Maar kijk, keurig met goud en de puntjes om de onderscheiding aan op te hangen. En dit droeg Kuiper in welke functie? Ceremoniële momenten. Dus ik denk openingstaten-generaal. Als premier? Als premier, zeker. En daar hoorde dus besteek bij... Toch een beetje carnavalsvereniging. Ga ik niks op zeggen. Twee jaar later krijgt het kabinet Kuiper, een coalitie van de ARP en de katholieke KVP, te maken met een grote spoorwegstaking. Arbeiders eisen betere werkomstandigheden en het recht om lid te worden van een vakbond. Een staking met grote gevolgen. Ook voor Kuiper. Gans het graderwerk staat stil. Ja. Je ziet ook hier dat zelfs de kleinste stations... daar staan ook militairen de orde te bewaken. Maar wat bewaken ze hier nou? Wat kan er hier gebeuren? Nou ja, ze bewaken hier een station. En ze zorgen ervoor dat die stationsmeester in staat is... om zijn taken te verrichten. Wow. Dus om het verkeer te kunnen laten doorgaan. Dus die militairen die staan hier om te voorkomen... dat het raderwerk echt stil komt te staan. Ja, op last van de regering. De socialistische tekenaar Albert Haan laat zich inspireren door de treinstaking. Dit is waarschijnlijk zijn beroemdste prent, hè? Die kennen we allemaal van de middelbare school. Die hebben we allemaal met geschiedenisonderwijs nog wel gehad. Weet je het onderschrift ook nog? Ja. Gans het raderwerk staat stil als uw machtige hand het wil. Hè? Of arm, wacht. Arm is het, geloof ik, hè? En dit is dan Centraal Station Amsterdam. Lijkt het, hè? Ja, zeker. Dat was de spoorwegstaking, hè? Die succesvol was bij het begin, hè? We zien hier die arbeider in het wit weer, hè? De lichtende kracht. En hier zien we heel klein de hoge heren die het onderspit delven, hè? De werkgevers. En als je goed kijkt, zie je hier ook nog de bajonetten. Als symbool voor de politie, of het militaire apparaat, hè? Dus de autoriteiten zijn hier letterlijk de onderliggende partij. Ja, uit de tekening bijna getekend. Onderliggende partij, precies. Het is onrustig in het land. Het ruikt naar revolutie. Stakers op straat, leger en politie houden ze in de gaten. Kuiper en zijn kabinet treden keihard op. Er komen anti-stakingswetten voor ambtenaren. Wie toch staakt, verliest zijn baan en riskeert gevangenisstraf. Door de wetten, ook wel worgwetten genoemd, worden een paar duizend arbeiders broodeloos. Herken je deze? Ja. Dit is de worgprint, hè? Een heel expressieve tekening, hè? Een beetje woest, dat zwart zo. Hij komt ook uit het zwart, hè, die Kuiper. De duisternis, hè, duistere krachten. En de arbeider springt er een beetje uit in het wit, toch nog? Grijs-wit. En die blik in de ogen. Ja, daar zien we een killersmentaliteit, hè. Yo, that's a crazy heftig print. Ja, uitzonderlijk, ja, voor... Nederlandse begrippen. Dit is toch bijna een soort oproep tot geweld? Kuiper grijpt daar arbeider bij de keel in de naam van Christus. Maar hoe moet je dat nou zien? Kuiper was de man van de kleine luiden. Die stakers waren toch kleine luiden? Ja. Maar er waren dus geen christelijke kleine luiden. En dan mag je je daartegen keren? Ja, tuurlijk, de arbeiders hebben ook kleine luiden. Maar socialisten waren dat. Socialisme was een gevaar. Het
snatch dude up by his throat. Nah, that's crazy. Hij heeft natuurlijk een sociaal gezicht. Dat was, daar gaf hij hoog van op. Als man van de kleine luiden. Ja, als man van de kleine luiden, maar ook wel met publicaties over de sociale kwestie die opgelost moest worden. Wat hem aangerekend wordt, is dat hij dus een man met een sociale agenda, die ook voor de arbeiders zei te willen opkomen, dat hij dat niet is nagekomen. Sterker nog, hij is ontmaskerd als rechtsrepressief. En wat betekent dat voor zijn politieke leven? Ja. Dat is denk ik het begin van het einde. Het is zo dat Troelstra, naar aanleiding van die worgwet, reageert met Kuiper moet weg. Dat wordt ook zijn slogan, Kuiper moet weg. Oh. En een jaar later, als er nog wat andere wetgeving is die de liberalen niet zint, gaan de liberalen mee. Kuiper moet weg. Dus als de verkiezingen komen in 1905, dan is de inzet, krijgt Kuiper een tweede kabinet of is Kuiper weg. En dat worden anti-Kuiper verkiezingen. In naam van de vrijheid moet Kuiper eruit, die het volk door zijn drijven verdeelt. Die Nederland langzaam aan Rome verkoopt, voor paus nu in Nederland speelt. Hij heeft het voorgoed bij de natie verbruid. Werd Kuiper eruit. Hij verliest en vooral zijn antirevolutionaire partij verliest. En daarmee is het dus gedaan. Kuiper verliest zijn premierspost uit het centrum. That's one of the most common things that we see, though. Like, in anybody that we've seen on this thing, there's always people that love him, and there's always people that didn't like him at all. Like, it's very, very interesting to see. Like, they all had almost like a duality about him. Van de macht? Hoe beleeft die man dat? Ja, hij zegt het zelf een aantal jaren later. Als een schelm weggejaagd, schrijft hij. Hij was zwaar teleurgesteld. Hij voelde zich echt helemaal gepasseerd. Een man die altijd van alles de voorman is geweest. De leider, volstrekt vanzelfsprekend. Ja. En nu... Kuiper, dank je wel. Mooi dat je gedaan hebt wat je hebt gedaan. Maar alsjeblieft, ga op reis. Ga je memoires zitten schrijven. Maar bemoei je niet meer met het politieke centrum. Maar dat is natuurlijk wel heel, heel triest, ja. Dit is het enige bewegende beeld van Kuiper. Geluidloos, een paar jaar voor zijn dood. Tot ergernis van zijn partijgenoten blijft hij zich bemoeien met de ARP. Hij weet niet van ophouden. He saw where the times were going. He had many obvious talents. Well, the conclusion is I have found the way. So it has to be my way. But, you know, there was a lot of ego involved on his part. And he never... sometimes, particularly about self-awareness, he was not a wise man. He was very smart. He was very clever. He was very, very knowledgeable. But in terms of self-awareness, we might say, sometimes not very wise. In 1920 sterft Abraham Kuiper, 83 jaar oud. Afscheid van de man die aan de wieg heeft gestaan van de verzuiling in Nederland. Van mensen die leefden in een eigen wereld. Met een eigen school. Een eigen voetbalclub. Een eigen krant. Een eigen omroep. Een eigen vakbond. Kuiper was a Dutchman who would be elected as nation's prime minister. And he knew all about the importance of associations because he founded so many of them. Including two newspapers. Political party and a university. And in a famous speech right here in Grand Rapids, he urged Dutch immigrants to resist the temptation to retreat behind their own walls. He told them to go out into their adopted America and make a true difference as true Christian citizens. An American president using Abraham Kuiper to make his point. Verbazend, hoor. Didn't see that coming. Interesting.
De Indonesische archipel, waar Nederland in de 19e eeuw oorlog voert. Met een briljante commandant. Een zeer energieke man, die voor niemand bang was. Een zeer nurks mens. En een even briljante en verraderlijke tegenstander. Je werd gewoon aangevallen, op je rug gesprongen. En het ging er echt heel erg hard aan toe. Hoe Nederland in Aceh verwikkeld raakte in een heilige oorlog. Oh my goodness. I have to definitely give Mikhail a shout out. I really do appreciate this. I'm learning more on YouTube than I've learned ever in my life about history and how our countries intertwine with one another. It's a whole hell of a lot more to every country than what we get taught. Like, this is all super important information, super important people to at least know about. Tally, whether you like them or hate them, whether you fall on either side of that, like, you at least should know something about it. And we've learned an unfathomable amount in such a short amount of time. So I definitely do appreciate these. If you guys enjoy, get over and show Paul H some love. Go show Doko Doko some love. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Check out the other video over here. Tell the next one, highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. Love you to the moon and back. Peace.